Voordat ik deze video begin, even een korte update. Als ik en mijn hele leven en mijn bedrijf jou geen hol interesseert, nou ja, dankjewel. Ik ben ook heel geïnteresseerd in jou. Maar in dat geval kun je naar deze tijd doorskippen en dan kun je gewoon kijken naar Temptation Island. Datingcoach reageert. In ieder geval, de korte update. Paar dingen. Ik ben fucking laat met deze video. Ik wou hem eerder maken, maar ik loop nu al een week achter. De volgende video gaat sneller uitkomen, want die stuur ik dan naar de editor. En die is sneller met editen dan ik dat doe. Dus er komt allemaal meer aan. Er komt ook een video aan over hoe versieren tijdens COVID-69. Ik bedoel 19. Slechte grap. Jongen. Die komt eraan. Ik had een poll online geknald. Dat was het nummer 1 ding wat jullie graag willen zien. Dus ik ga daaraan werken. Daarnaast, we hebben een nieuwe kantoorruimte. Erg mooi gaat die eruit zien. Ook ruimte voor andere dingen zoals podcast geven en dat soort shit. Dus heel veel moois gaat eraan komen. Ik zal een korte rondleiding geven door het kantoor. Zodra het iets meer verder af is. Wat wil ik nog meer zeggen? Oh ja. Ik wil een Q&A video gaan doen met alles dat je wil weten over dating, versieren, over Attraction Gym, over mij. Je mag alles vragen, dus drop al die vragen in de comments, want dan gaan we daar dus een mooie, dikke, vet video voor je van bakken. Nou, genoeg geluld. We gaan erin springen met Datingcoach reageert op Temptation Island, waar we vandaag even kort, het is een korte episode wordt het. We kijken naar de videoboodschappen die de dames en de heren naar elkaar mochten sturen. Dus het zijn stelletjes, maar ze mochten even een korte videoboodschap naar elkaar sturen van slechts 15 seconden. Dat is best kort, dus denk er goed over na. Wat zou je willen zeggen? En wil je eigenlijk wel iets zeggen? Je bent niet verplicht om die boodschap te maken. Je partner krijgt ook de kans om een videoboodschap in te sturen. Denk daar goed over na. Als ik naar die doos kijk, dan ben ik wel een beetje zenuwachtig. Gemak. Ja, ik weet niet wat voor beelden ik ga krijgen en of ik überhaupt wel beelden ga krijgen. Aapje, ik mis je en ik hoop dat je het naar je zin hebt. We zijn samen naar Temptation Island gekomen. Ik ben hier een moeilijk proces aan het aangaan en ik hoop dat jij dat ook doet. Zet hem op. Het is heel fijn om hem te zien. Ik hoop dat we samen naar huis gaan, naar deze boodschap. Ja. Persoonlijk zou ik iets warmer zijn, maar misschien zijn dat de twijfels die Kevin heeft over de relatie. Het is een beetje afstandelijk. Hey, aapje is wel cute, maar dan, hey, ik hoop dat je ook door een zwaar proces heen gaat. Zet hem op. Nou ja, goed. Het zal wel. Het is oké. Okay. Lieve Kevin, ondanks dat we hier nog maar kort zijn, heb ik veel geleerd over mezelf en onze relatie. Ik twijfel er soms aan of we wel verder moeten, maar ik heb hier geleerd om mijn gevoelens beter te uiten. Ik hoop ook dat jij daar een groei door maakt en antwoorden op jouw vragen hebt gekregen. Ik heb nog een lange weg te gaan, maar ik doe echt mijn best. Dikke kus. Nou, best prima ook. Dikke kus, ze heeft een lange weg te gaan, ze doet echt haar best. Lieve Kevin, allemaal best oké. Okay. Hoe vat Kevin dat precies op? Ja, nou ja, ik niet zo goed eigenlijk, denk ik. Ze twijfelt of ze wel verder wil gaan met me, dus. Succes. Nu maakt Kevin het iets meer absoluut. Ze zei... Ik twijfel er soms aan of we wel verder moeten. Maar hij maakt ervan... Ze twijfelt of ze wel verder wil gaan met me, dus. Ja, dat is veel meer in het nu. Ik twijfel of ik met je verder wil gaan, is heel anders dan ik twijfel soms over de relatie. Maar ja, wat is soms, hè? Soms terwijl ze daar zit, waarschijnlijk soms over een langere periode. Kevin twijfelt ook over de relatie, dus... Dat is ook ongeveer de reden waarom ze daar nu zijn. Maar wat is nou het grote probleem? Kevin, ze noemen mij nooit Kevin. Ze noemen mij Kevin als we ruzie hebben. Ik noem haar Eva als we ruzie hebben. Ik begin mijn bericht met Aapje, weet je wel. Ik wil laten zien van, hey, weet je... Zo praten wij altijd tegen elkaar. Lieve Kevin, zeg nou nooit lieve Kevin tegen mij. Dat lijkt wel gewoon een formele brief. Dat gaat nergens over. Hier zit een psychologisch principe achter dat ik zo zal toelichten. Ah, lieverd. Wat nou joh, lieverd? Wat nou lieverd? We gaan hem ook lieve Kevin noemen in één keer. Ga van me weg joh. Puh. Nee, je niet. Oké. Nou, ik had op zijn minst wel gehoopt dat hij misschien even zou weten dat onze 3 jaar over is. Dat hij me ook dankbaar is voor iets, maar blijkt me niet. Oh, wat krokodillentranen. Goshie. Kijk, zij maakt het ook uit met haar vriend via een videoboodschap.
Van 20 seconden, 30 seconden in een eerdere aflevering. En nu is het, oh boe, hij heeft me niet eens een videoboodschap gestuurd. Maar JD, wat zei je ook weer aan het begin van de aflevering? Ik denk dat ik niks stuur, want ik heb eigenlijk toch niet echt meer iets tegen hem te zeggen. Niks waarvan ik denk, oh, dat moet je nog weten. Natuurlijk, Sonny is al naar huis gegaan. Hij heeft zijn vriendin verloren. Heel Nederland vindt hem een beetje een douche. Hij heeft het al zwaar genoeg. Hij is lekker naar huis gegaan. Ik geef hem groot gelijk. En om eerlijk te zijn, als mijn vriendin het zou uitmaken via videoboodschap, ik zou ook gewoon klaar mee zijn. Van, ja, wat moet ik jou nog zeggen? Wat moet ik nou nog zeggen? Van, hey, dankjewel dat je het zo hebt afgesloten zonder een gesprek. En laat ik nu even in 15 seconden je nog even, ja, soort van onoprecht bedanken. Wat kan je nou zeggen? Hey, dankjewel voor die videoboodschap. Ik moet het kort houden, maar het is uit. Succes verder. Wat kun je zeggen? Ik snap dat Sonny niks kan zeggen, want hij is al weg. En dat vertellen ze haar niet voor dit dramatische shot. Maar, I don't know, ik vind haar ook wel een beetje een kind, hoor. Als je het zo moet. Jongen. Maar goed, wel goede tv. Ongelooflijk, ouwe, dat je zo'n videoboodschap kan sturen. Wat ben je daar voor gegaan, ouwe? Rot op, man. Je kan nooit een beslissing maken zonder de ander. Er zijn altijd twee kanten van het precies, verhaal. Precies, weet je, doe normaal, man. Ja, maar echt oprecht. Ga je zeggen dat je loopt te twijfelen in je fucking videoboodschap naar je vriend? Ik ben nu op een punt gekomen dat als we beide onze punten niet aanpakken, als we terugkeren, dan is het wel gewoon klaar. Lieve Kevin, wat lieve Kevin, rot op, man. Krop, jongen, idioot. Ja, lieve Kevin. Ze hebben nooit Kevin genoemd. Rot op, ouwe. Lieve Kevin. Rot op, man. Hé, hey, maar lieve Kevin. Lieve Kevin, wat lieve Kevin, rot op, man. Nee, rustig aan, lieve Kevin. Krop, jongen, idioot. Lieve Kevin, even dimmen. Rot op, ouwe. Wat speelt hier nou precies? Waarom heeft Kevin zo'n vreemde reactie op een bericht wat niet heel erg is? Oké. Tijdens ruzies noemen ze elkaar soms bij hun naam en ze twijfelt soms over de relatie. Dat staat niet helemaal in verhouding met... Serieus, als je zulke dingen kan zeggen in een fucking videoboodschap, weet je, dan kan ze wel lekker de tiefste krijgen. Waarom reageert hij nou zo heftig? In dit geval denkt Kevin al vrij negatief over de relatie. Dat zie je namelijk aan een clipje zoals dit. Het duurt al veel te lang nu, vind ik. Ik rek die relatie al meer dan drie kwart jaar of zo, weet je wel. Dat is wel bijna plan. Zij voert een relatie in er eentje. En dat heb ik hem nu echt al zo vaak tegen gezegd. Dit is een typisch geval van het volgende. En dit is een denkfout die je kan maken. En die kan nogal desastreuze gevolgen hebben waar jij ook deze denkfout in hebt. Of nou business, relaties of je persoonlijke leven is. Namelijk het volgende. Het is een bias, een bevooroordeeldheid. Namelijk confirmation bias. Ja, wat is dat precies? Nou, een bias is dus een bevooroordeeldheid waarbij je al denkt vanuit eigenlijk een gesloten mind, als het ware. Waarbij je denkt uit een hele beperkte hoek ben je al bevooroordeeld over een situatie, over hoe iets gaat zijn. En natuurlijk zorgt dat ervoor, even een beetje mijn COVID eruit halen, COVID-69, je weet. Het zorgt ervoor dat je dus beperkter denkt met een gesloten brein en dat is nooit goed. Bij een bevestigingsbevooroordeeldheid, een confirmation bias, ik zal het daar maar bij houden, klinkt een stuk beter. Bij een confirmation bias ben je op zoek naar bewijs dat jouw bevooroordeeldheid klopt. Dus omdat jij al denkt, zo is de situatie, valt alles wat jij te zien en te horen krijgt in die trechter van jouw verwachtingen. Wat ik denk is dat Kevin alleen nog maar aan het scannen is in zo'n bericht dat hij krijgt van zijn vriendin. Naar dus alles wat bevestigt, deze relatie is gedoemd en ik moet gewoon lekker weer vrij gezel zijn, lekker gaan doen wat ik wil. Want is dit echt zo erg? Lieve Kevin. Krop, jongen. Natuurlijk, hij zei ook iets van tijdens ruzies noemen we elkaar bij elkaars naam, anders doen we dat niet. Maar als je niet die confirmation bias zou hebben en zou denken van, oh, alles wat mijn vriendin me zegt betekent pure liefde, dan zou je misschien denken van, oh ja, normaal noemt ze me niet bij mijn naam, maar zij moest waarschijnlijk haar boodschap eventjes opschrijven van tevoren. Dan schrijf je dat uit. Denk je, hey, lieve Kevin, dat is vrij logisch. Dus dan zou er niks aan de hand zijn. Dan zou je ook denken, oh, ze twijfelt soms aan de relatie. Ja, dat is ook wel zo. Ik twijfel er ook wel aan. Maar het is goed dat ze ook aanmoedigende woorden zegt en zegt dat ze haar best doet. Maar door de confirmation bias interpreteert hij alles negatief en hoor je hem eigenlijk helemaal niet over de positieve dingen. Het kan montage zijn, maar het lijkt erop dat hij er echt wel flink pist op is, want die reactie was wel vrij heftig.
Over een paar dagen, dan komt de volgende aflevering al voorbij. Daarnaast doen we dus binnenkort de Q&A. Dus laat me weten, wat zijn dingen die je wil weten over dating, over Attraction Gym, over mij persoonlijk. Alles mag behandeld worden in de Q&A. Dus laat het achter in de comments. Verder bizar verhaal. Recent kreeg ik nog een e-mail van de pornoacteur Mandingo. En hij bedankte me, want hij zei van ja, ik heb echt heel mijn carrière te danken aan Attraction Gym TV. Want hij had blijkbaar 35.000 YouTube-accounts aangemaakt en daarmee allemaal geabonneerd op ons kanaal. Dus vrijwel iedere abonnee die we hebben, die is eigenlijk gewoon een ghost account van Mandingo. Die dus zijn penisgrootte echt exponentieel wist te vergroten door al dat abonneren op het kanaal. Want ja, dat zorgt er gewoon voor dat je penisgrootte groeit. Ja, het werkt helaas niet voor vrouwen. We zijn nog aan het ontwikkelen en testen, maar voor vrouwen werkt het niet. Het spijt me zeer. Dus ik zou het ook niet doen. Het is alleen maar risicoverhogend. Ik weet niet met wat jij morgen dan gaat wakker worden. Dus doe dat dan ook niet. Als jij überhaupt nu nog luistert naar mijn irrationele gelul, heb ik ook nog op zich iets moois van je, wat ik al vaker zeg. Maar wil jij serieus je versierskills aanpakken? Ben je aan het eind van je studie of ben je al werkende en heb je iets van, yo, ik wil gewoon overdag kunnen aanspreken, overal vrouwen kunnen ontmoeten, ook online beter gaan. Dan hebben we het jaarprogramma voor je. Daarbij coach ik je persoonlijk maanden en maanden lang. Inclusief een hele videocursus, inclusief een live training van een dag, inclusief live events waarbij we elkaar gewoon spreken. En 3 keer per week minimaal een coaching call met de hele groep waarbij je altijd je vraag beantwoord kan krijgen. Dit is een community die echt het maximale uit dating haalt. Iedereen begint meer en meer resultaten te krijgen. Het is echt insane. Recent kreeg ik een vraag van iemand die zei van ja, ik hou het gewoon niet meer bij. Ik heb meerdere scharrels. Ik heb vaker dan 1 keer per dag seks. Dan, hoe werk ik nou aan mijn libido hierin? Want het gaat bijna fout. Nou, dan heb je dus weer een mooier luxe probleem. Maar hij begon ook gewoon met vrij weinig. Moest gewoon leren aanspreken. En kijk waar zo iemand nu staat. Super vet allemaal. Iedereen groeit in zijn eigen proces. 2 hebben al een superleuke relatie. Mooie vriendin. Dus ja, alles is mogelijk als jij hard ergens voor gaat. Daarvoor doen we gratis intakes. Dus zie de link in de beschrijving. Krijg je een gratis intakegesprek. Checken we gewoon je situatie uit. Of het überhaupt voor jou wat is. Of het ook bij je past. Je bent tot niets verplicht. Daarom doen we de intakes ook om een beetje te filteren. Past iemand bij ons? Heeft hij de juiste intenties? Is het gewoon iets voor jou? Pas je goed in de groep? Voor ons is de grootste prioriteit die groep gewoon lekker positief en resultaat gedreven te houden. Dus check it out. Je hebt niks te verliezen en alles te winnen. Nou, daar houdt het wel weer bij. Mega lange outro. Liefde.